Yo gasten natuurlijk leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video is er weer wat anders dan normaal. Ik heb namelijk meegedaan aan een 150 dollar solo toernooi. Uh, ik ben derde geworden. Ja, dat was best wel slecht van mij. Ik had ha hartstikke makkelijk tweede kunnen worden. Maar ik wou iemand focussen. Dus daardoor trode ik eigenlijk. Want ik dacht dat hij geen derde stond. Dus ik wou hem per se killen om boven hem te komen. Uh, maar dat was eigenlijk niet het geval. Dus ik ben op, uh, als ik dat niet had gedaan, was ik gewoon tweede. Dus dat is jammer. Dat ik 35 dollar gekregen nu. 15, Dus dat is wel jammer. Uh, maar ik ga jullie gewoon even de beste potjes laten zien. Um, ja, we spelen nu op. Dit is de halve finale. Er waren ook maar 8 mensen in de lobby. Want er waren gewoon 2 mensen niet komen opdagen. Um, dus daarom uh, is, het, uh, is het eigenlijk al zo laag. En uh, daar is, was er iemand, Shelly. Eens um, even kijken. Ik heb al 2 krachtpunten. En hier staan heel veel krachtpunten in het midden. Want ja, het is een toernooi. En uh, het was trouwens ook een Europees toernooi. Dus ik deed mee voor Nederland. Uh, dus ik was gevraagd door Launus. Dus dat was, was wel nice. Maar we hebben hier, <laughs> ik heb hier gewoon 12. Of 12. Uh, waar haal ik 12 nou weer van? Nou? Ik heb hier nou gewoon 9 krachtpunten. Het waren echt wel. Echt wel. Een, het is een uur aan gameplay aan potjes. Dus ik ga jullie gewoon een beetje de beste potjes laten zien. En ik spreek het ook achteraf in. Uh, maar kijk. Ik heb hier al 9 krachtpunten. Dat was heel erg mooi dat ik zoveel had. Maar op het einde werd ik gewoon echt gefocust. En dat had ik echt heel slecht gespeeld. Um, op het einde Dus ja, ik ga hier eigenlijk gewoon een beetje campen Tot het einde, dus ja, wel, ik zie jullie wel weer even Als er wat gebeurt Ja, oké, okay, nou er zit daaronder een B. Uh, André, hij wordt, um, ja, hij wordt aangepakt En dan krijg ik nog een krachtpunt extra Dus nu heb ik er tien Ik denk, dit kan niet misgaan, denk ik Ik ga hier heel hard op Jippo En hij is tweede geworden Dus als ik heb die Jippo hier had gekillt Dan, uh, wacht, ik weet niet Misschien is hij wel vierde geworden, ik weet het niet zeker Ik ben in ieder geval tweede geworden in dit potje omdat ik heel erg gepinched was. Ik bleef in het midden. Want ik overschatte mezelf veel te erg met 10 krachtpunten. En ik wou per se ook die B. Um, jullie zien hier rechts. Daar in dat hoekje had ik moeten zitten. Daar kon ik tenminste gewoon rustig zitten. Maar kijk hier. Uh, Thomas Boy die gaat nu op mij schieten. Jippo gaat nu op mij schieten. En nu is het top 3. Oh, dat denk ik oké. Okay. Maar ik word de hele tijd beschoten door Baron. En ik kan hier eigenlijk niet door healen. En ze teamen... Nou ja, ze teamen niet per se. Maar ze gaan eigenlijk gewoon samen op mij... En hier, omdat ik gesloten werd door die B. ben ik geheet door de Byron Super. Dus dat is heel slecht. Maar we gaan nu naar het laatste potje van de halve finale. Dat was in ieder geval echt een super ziek potje. Dus ik ga jullie die nu laten zien. Oké, okay, dit is nog niet het laatste potje. Dit is uh, uh, volgens mij het tweede potje van de finale. Of van de halve finale bedoel ik. Uh, dus deze ga ik nog ook even laten zien. Want het is gewoon heel goed gespeeld is van mij met B. Uh, B gewoon heel erg goed in solo. Eigenlijk echt nog steeds volgens mij. Deze gameplay is trouwens best wel oud, al. Uh, ik heb dit toernooi al anderhalf week ge geleden gespeeld. En ik denk al twee weken geleden van wanneer dit online komt. Um, maar nu komt de Browsers Updater. Uh, dus er is downtime. Dus ik heb eigenlijk niks te doen. Dus ik denk ik ga deze video even maken. Want dit is een uur aan gameplay. Dus ik stel het de hele tijd uit om dat te gaan editen. Want ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Omdat het best wel veel werk kost een uur. Um, maar ik heb hier in ieder geval drie krachtpunten. En zit daar een Byron. Uh, Stop Rob zit daar. Dat is ook een, een pro-speler uit Rusland. Uh, kijk, die heb ik dood. Dan heb ik alweer vijf krachtpunten. Maar dan komt daar een tik aan. Ik weet niet waarom je tik zou spelen. Maar... Volgens mij is dit... Uh, Mag oh, niet Mali, maar... Uh, hoe heet die? GGM, ja. Hij uh, speelde net ook Shelly. Dus hij nam het niet heel serieus. denk dat hij nu tik is. Maar hier is die Jippo. Um, volgens mij ga ik hem... Nee, ik ga hem nog niet killen. Ik ga gewoon hier maar get it. Want ik word echt geïrriteerd door die B. Of die uh, tik. Ik wil gewoon kunnen healen. Ehm um, maar de gadget van B doet hier in ieder geval 800 damage. Ik dacht dat hij nog 1000 zou doen. Dat het zelfs nog voor die Balance Changes was. Um, maar ik heb hier de tick dood. En uh, nu zit daar de, een Byron. Heel hard gepincht. Eens even kijken of we uh, die gaan pakken. Nee. Waarschijnlijk ga ik op diegene onder. Want ik wil gewoon graag alle krachtpunten hebben. Uh, nee, we gaan op die Byron. Die zit zo hier gepincht. Ik vind dat ook. Of uh, dan gaan we eerst nog op die B. Denk ik, die zit nu gepincht. Uh, er zitten lekker veel mensen gepincht. Ik heb weer heel veel krachtpunten. Net als net. Dus ik had echt een hele goede start voor dit toernooi. Uh, eens even kijken. Ja, ik heb nu Sornikood weg. Volgens mij doe ik hem met mijn super. Ja, want is, als hij uh, 1AP is, dat is gewoon mooi. Ik denk nog even een leg walk. Even uh, aanpakken. Want hij had iemand uh, gesniped op Bladder. En dat is natuurlijk niet de bedoeling om uh, iemand te snipen en dan te winnen. Dus dan moeten we even, even diegene killen in het toernooi. Maar ik heb hier 0 gadgets meer, maar ik heb 6 krachtpunten. En er zit daar een Byron. En er zit daar een, een B, Thomas Boy. Ik ga gewoon vol die barren. Um, en dan hebben we gewoon weer gewonnen. Dus ik zie jullie nu in ieder geval bij het laatste potje. Oké okay, mensen, nou aangekomen bij het laatste potje. Dit is ook gelijk het beste potje van het toernooi. Van het hele toernooi. Dat zeiden ze dus ook. Er waren twee halve finales, de na-finale. Uh, in de halve finale pool was ik eerste geworden. En ik ga hier met Shelly. Fucking Shelly. En uh, de kleiduiven Star Power. Ik uh, word meteen aangevallen door twee mensen. Dus ik dacht, oh, dit is niet, uh, dit is niet goed. Ik loop hier gewoon helemaal naar boven. En mijn plan is om via hier gewoon lekker te campen eigenlijk. En ik hoopte op een top 5. Als je 5 werd, kreeg je 1 punt. Vierde kreeg je volgens mij 2 punten. Derde was volgens mij. Nee, vierde was 3 punten volgens mij. Derde 5 punten. Tweede 8 punten. En uh, eerste, dat was uh, heel veel punten. Dat was 10. Dus het is gewoon heel veel. Het loopt heel erg op. Het aantal punten dat je kan krijgen. Dus dat is mooi. Um, maar. Ik loop hier gewoon even lekker naar boven. Het zijn top 7. Ik denk ik camp gewoon lekker. En dan zie ik hier zometeen. een Jippo. Volgens mij ga ik hem gewoon killen. Volgens mij kill ik deze gast. Ja, ik kill die guy. Maar ik kan helaas niet de krachtpunt pakken. Want de B was daar. Maar alsnog een kill op een Byron. Ik vind het wel heel mooi. Ja, niemand verwacht een Shelly. In deze map hè. Dit is... Uh, hoe heet het? Ja, dit is gewoon een hele goede map. Of uh, een hele goede map voor open brawlers. Dan ben ik Shelly. Ik deed nog even een vieze spin. Aangepakt. Um, die guy. Die was later ook nog aan het team in de finale. Ik heb helemaal ruzie met hem gekregen. Want ik ging het uh, reporten. Nou. Dat uh, sloeg ook nergens op. Uh, die gasten van KOB. Maar in ieder geval. Uh, hier is Daidai. Hij is ook. Hij zat bij Code Magic. In het team met Equa. En hier is StopRob. En. Uh, StopRob. Hij Schiet al die bosjes. Hij denkt, oh, er zit vast niemand. Hij schiet twee keer bij mij. Daida schiet bij mij. Er zit niemand, denk ik. Ik heb daar echt veel... En de Shelly uit het bosje. Oh, mijn god. Hoe verzin voor, je het? Dat verwacht je echt totaal niet. Um, hier is in ieder geval ben ik one-shot. En dat doe ik even met mooie aim. En dan heb ik die gewoon gekillt. Dat is heel mooi van mij. In ieder geval, dit was het voor de halve finale. Ik ben eerst geworden in die pool. By far ook. Dus dan gaan we nu naar de finale games. Oké, okay, dit is de finale. Er zijn ondertussen al echt een paar potjes geweest waar ik gewoon niet heb gepresteerd. Ik heb gewoon drie potjes op de rij. Eén punt of zo. En dat is gewoon niet goed. Dus we komen hier in ieder geval bij een heel goed potje. Um, en uh, ja. Ik, uh, oh ja, ik moet hier uh, trouwens even. Ik ben de partyleader. Ik moet dit ook allemaal organiseren. Ik moet allemaal. Uh, hoe heet het? Ik moet alle scores doorgeven en zo. Dus dat is allemaal kutwerk voor mij. Um, ja, dat moet je als je de partyleader bent. Maar ik span hier naast een B. Uh, in ieder geval, ik ben Byron gegaan in deze map. In deze map uh, ging het best wel goed over voor mij. Maar er was een andere Pam die enorm sterk was. En daar kan je helemaal niks tegen doen met uh, Byron natuurlijk. Maar dit is ook de finale. En wat ik hier lastiger aan vind... Oh ja, ik heb niet eens de goede star power hier aan staan. Kijk, ik heb niet die star power aan dat je door boxen heen kan schieten. Daarom uh, was ik ook boos in het begin van het potje. Uh, maar die B die zit nu hier. Ik... Uh, Wordt gehit. Ik ga gewoon even healen met mijn gadget. En dan uh, moet hij gewoon wegwezen hier. Uh, volgens mij gaat hij hier ook gewoon dood. Uh, want dat, dat vind ik helemaal mooi. Uh, ja, die is dood. En nu nog de honeycoat. En dan wordt hij vast nog wel één keer gehit. Ja, dan liggen er vijf krachtpunten hier. Maar <laughs> er komt die die aan met Pam. Pam heeft ongelooflijk veel op, En ik kon er ook gewoon al niet eerder heen gaan. Want die Mr. P zat op mij te schieten. Dus als ik daarheen ga... Ben ik gewoon dood. Dus is het is belangrijker om levend te blijven dan om krachtpunten te pakken natuurlijk. Uh, in ieder geval, we hebben nu drie krachtpunten. Het staat er best wel oké okay voor. We hebben een hele hoek van onszelf. We hebben super. En uh, ja, ja, dat is het gewoon. Uh, nu zit ik even wachten in deze bosje. En dan uh, zie ik daar een uh, andere Byron. En uh, er zijn trouwens ook zes, 26 spectators. En er waren ook, uh, het was ook gestreamd door Teddy. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar is uh, Van Brawl scrims. Dus uh, in ieder geval, hij is half Nederlands. Maar hij streamt wel in het Engels. Maar dus hij betaalde het ook. Dus dat was gewoon nice. Maar eens even kijken. Uh, de krool komt hier. Ik weet niet wie dit is eigenlijk. Uh, maar ik uh, overleefde hier net aan. En hier deed ik een hele slechte super. Ik wou die super op mezelf zetten. Maar uh, ik omdat ik in paniek was, ging ik auto heen En dan ging ik helemaal naar die uh, andere Baron. En dus die hele super is eigenlijk verspild. Maar ik moet hier eigenlijk gewoon weglopen van die Baron. Want. Uh, hij heeft veel betere. Controle op mij. Nou, niet per controle, maar. Hij heeft een veel betere hoek om te schieten. Dus als ik weer terugloop naar onder, wordt ik meteen geschoten en dat is niet fijn. Dus ik loop gewoon hierheen. Nu is top 3. Dus ik, eh, ik weet, die, uh, die. die Die, Hij heeft superveel 10. Uh, dus ik heb hier, uh, weet ik alweer dat ik verloren heb. Hij heeft een healing turret, hij heeft 10 krachten. Dus dat is. Uh, ja, dus dat is uh, veel te veel natuurlijk. Maar dit was in ieder geval het eerste potje wat goed was van, uh, van dit ding. Maar in ieder geval, uh, ik zie jullie uh, bij het volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje. Dit potje is ook weer heel goed. En ik moet jullie even eerlijk zeggen, deze voice-over is alweer twee weken later. Nadat ik de andere bijna. Het is in ieder geval bijna twee weken later nadat ik de andere voice-over heb gedaan. Want ik was de video eigenlijk vergeten. <laughs> maar ik zag hem uh, tussen mijn uh, on onafgeronde projecten staan. Dus ik dacht, oh ja, deze video moet ik ook nog maken. Dus de... sorry, deze video komt echt heel erg laat online. Dus de meta is ook sowieso anders. Maar het is alsnog gewoon leuk. Want de mappen zijn wel ongeveer hetzelfde. En de meta zal ook wel ongeveer hetzelfde zijn. En je kan ook gewoon zien hoe ik speel. Maar ik ben nu meneer P. Ik heb drie krachtpunten. Dat is heel mooi. Er loopt daar een B. Die B die wil ik wel graag killen. Want meneer P is een hele harde counter tegen B. Uh, waarom is dat? Omdat meneer P, uh, als hij ze super heeft, uh, gooi je die dingen neer. De B die moet die dingen drie shotten of twee shotten, ligt eraan hoeveel krachtpunten zij heeft. Maar als je dan je gadget nog inzet, dan, uh, ja, dan moet hij weer drie keer, vier keer, vijf keer, zoveel zo als je maar kan bedenken met krachtpunten en zo. Moet hij dan hitten. Uh, dus dat is dan, uh, ik heb hier uh, samen met Jay Gamer eventjes uh, Lars gepinched. Maar kijk, deze guy is ook weer dood. En nu is daar Viper. Met één krachtpunt. En ik heb er vijf. Dus ja, die meneer P. Het lijkt me slim van hem als hij gewoon weggaat. Maar Jippo die kilt hem, dus dat is ook mooi. Uh, maar zoals ik al zei, meneer P. Hij outrange B. Je kan over muren een beetje schieten. En vooral met die turrets. De B kan er eigenlijk niks tegen doen als de meneer P. super achter haar aankomt. Nou, ik, heb hier, ik had hier heel veel krachtpunten. Ik dacht, dan loop ik gewoon midden in. Dat kan best. En, uh, ja. Die, uh, daar is die B. Niet heel slim vind ik dat die B op mij gaat. Want, uh, nu heb ik een turret achteraan. Aan, en die B moet die turret vijf keer hitten of zo om hem te slopen. Maar als ik dan mijn gadget inzet, moet ze er weer echt enorm lang mee bezig zijn. Dus, we hebben eigenlijk gewoon gewonnen. Ik zie hier Didi. Uh, als het goed is, ga ik, ja, ik wil hem als eerst dood. Want hij heeft meer punten. Maar ik ben nu, uh, uh, ik ben nu eerst. Uh, dus dat is mooi. En dan uh, gaan we nog even een potje laten zien. Dus ik zie jullie weer bij het volgende potje. Ook okay, aangekomen bij het laatste potje. Dit is ook het laatste potje van het toernooi. We gaan spelen. Dit uh, is op de map verlaten watervallen en ik ben pam gegaan. Uh, waarom ben ik pam gegaan? Uh, vooral omdat je in deze map, als er heel veel mensen over zijn op het einde, uh, is het heel vaak gewoon wie het langst in de storm kan overleven. Voor de tweede plek in ieder geval. Geen in het midden die wint altijd. Maar voor de tweede plek moet je gewoon zo lang mogelijk in de storm overleven. En ja, met Pam, kan, Pam heeft er heel veel HP. En ze heeft ook een, uh, een super waarmee je kan healen en uh, gadgets. Dus daarmee kan je met Pam een hele grote kans krijgen om tweede te worden. Uh, dus daarom ben ik Pam gegaan. Uh, ik zit hier wel een beetje gepincht. Tussen twee mensen, maar eigenlijk zit iedereen in deze map altijd gepincht. Dus ik kan gewoon, als ik iemand anders ga pushen, zit die weer gepincht. Uh, dus als iemand mij pincht, als ik gewoon vol hem focus, zit hij ook waarschijnlijk gepincht. Dus dat is een beetje. Het is gewoon een beetje een zieke, zieke pinch map. Want hier, Jippo, die is hier de lul. En de, hier ligt een uh, krachtpunt. Ik kan die gewoon uh, pakken met Pam. Want ik heb, uh, hoe heet het, heel veel AP. Ik ben hier wel weak, dus ik moet een beetje oppassen. Maar gelukkig word ik uh, niet heel erg achterna gefocust. Ik word niet heel erg gefocust. Ja, nu wel. Hier dacht ik ook dat het voorbij was voor mij. Hier dacht ik, oh nee. Maar ik krijg je snel mijn turret, ik heal. En ja, Mr. P doet niet zo heel veel damage. Ik kan helemaal weer naar vol HP genezen. En uh, HP, dat betekent trouwens health points. Dus dat zijn gewoon levenspunten. Dus in het Nederlands kan ik zeggen LP. Maar HP klinkt wel, is wat chiller. Um, maar ik sta er nu wel goed voor. Want ja, die Mr. P's doen echt geen damage. Ik kan er gewoon op aflopen, op mijn auto even zwemmen. En dan zijn ze gewoon dood. Er komt hier een B aan. Ik heb gelukkig mijn. Uh... Uh, mijn super en daar kan ik al achter zitten. En dan kan uh, die b mij niet zo heel erg uh, veel doen. Maar ja, die b, gelukkig. Had die Turret nog 80 AP. Dat ik kon tanken. Maar uh, ja, in even kijken. Ik ga hier trouwens J-Gamer. Ik ga hem eerst focussen. Want uh, hij had meer punten. Uh, uh, dus als ik hem eerst skillde, was dat mooi. En hier maak ik een domme fout: uh, Brooks is over. Hij is niet in de race. Hij is niet zo heel goed. Dus hij won uh, totaal geen geld. Hij stond echt laatst of zo. Uh, maar Lars, hij, ik dacht dat hij derde stond. Dus ik dacht, als ik hem focus, word ik sowieso derde. Ik ben ook derde geworden, maar ik had één punt minder dan J-Gamer. Dus als ik... Uh, ja, ik stuur hier even in de... Ik was de Roomless Leader, dus ik moest het helemaal sturen. Maar als ik niet zo focus, als ik gewoon rustig speelde, was ik tweede geworden, had ik 35 dollar gewonnen in plaats van nu 15. Uh, als ik dat potje net had gewonnen. Dus dat is jammer. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Ik zie jullie later met.